Oh, pardon. Ja, gaat u gaan. Puntje van orde, want u heeft mevrouw van der Plas alle ruimte gegeven om haar cv hier toe te lichten. Ik zou ook graag u de gelegenheid willen geven om de heer Bosma te vragen om de wereld eens te vertellen over zijn prachtige carrière bij het NOS Journaal en bijvoorbeeld RTL. Ja, nou kan ik twee dingen doen. Dan kan ik de heer Bosma die ruimte niet geven. Dan heb ik ruzie. Helemaal mee eens, en als ik het wel doe, heb ik ook ruzie. Ik heb bij de regeling van de week gevraagd om extra spreektijd. Dus de heer Van Strien was er toen tegen, maar is er nu voor. Dus met alle soorten van plezier verdubbel ik graag mijn spreektijd. Want het is een heel lang verhaal. Hè? Het gaat terug naar het jaar van onze heer in 1981. Het gaat naar New York, waar ik voor CNN heb gewerkt. ABC News heb ik voor gewerkt. RTL New York. Ik ga het allemaal vertellen met heel veel plezier. Maar dan moet de voorzitter het wel even toestaan. Graag een andere keer. Het faillissement van Veronica Nieuwsradio, ik heb het allemaal meegemaakt. Wat ik aan mevrouw van der Plas toesta, sta ik niet aan iedereen toe. Nee, dat merk ik. Zo ben ik. Ik zal het onthouden. Moet u het mee doen. Meneer Bosma, houdt u deze vrolijkheid vast en in de komende 4 minuten? Als ik u zie, hoor ik altijd vrolijk. Nou, ik zou zeggen wederzijds, maar dat is... Dat mag. Nee, dat mag. Ik mag niet jokken van mijn moeder. In presidium waren we het altijd met elkaar eens, dat weet iedereen best. Gaat uw gang, meneer. Het woord is aan de heer Bosma. Voorzitter, een voorganger van staatssecretaris Usluw is Ronald Plasterk. En die zegt, veruit de grootste bedreiging van de vrijheid van meningsuiting is D66. En deze staatssecretaris doet er alles aan om invulling aan die woorden te geven. In welk land ter wereld kondigt een bewindspersoon aan dat zij een veiligheidsdienst gaat afsturen op journalisten? Nou, Nederland. De bewindspersoon is Usluw. De veiligheidsdienst heet NCTV en de omroep heet Ongehoord Nederland. Het geurt naar dictatuur. Het riekt naar de DDR, mevrouw de staatssecretaris. Usluw overweg... Ja, meneer Bosma, u had mij alweer aangekondigd dat u nog even, omdat ik voorzitter was, de randjes op ging zoeken, maar nu gaat u eroverheen. Stasi, staatssecretaris, het is allemaal leuk gevonden, maar gebruikt u intelligentie nou eens ergens anders voor. Dus dit moet u echt niet doen. Gaat u verder. Usluw overweegt nu zelfs een complete... Mevrouw, niet Usluw. Ja. Jawel. Voor u is het dan altijd nog mevrouw Usluw of de staatssecretaris. Ja, maar ik heb zo u zit hier, meneer Bosma, u zit hier zelf ook heel vaak. Ja, maar ik heb zo en wat u tijd... daar allemaal doet, dat moet u ook nu op uzelf betrekken. En dat doe ik nu even voor u. Dus het is de staatssecretaris Usluw. Ja, maar ik heb zo weinig tijd dat ik elk woordje dat ik teveel had staan heb moeten verwijderen. Om het allemaal binnen die 4 minuten te kunnen proppen. Nou, ik kan u nog wel even de tekst met u doornemen. Dan vind ik er vast wel een paar die eruit kunnen. Nou, ik vrees dat er nog geen woord van overblijft. Ja. Ik stel voor dat u doorgaat, maar u onthoudt van dit soort kwalificaties. Ja, maar laat dan de tijd wat langzamer lopen. Dan zeg ik gewoon staatssecretaris. Die stond al stil. Gaat u bent een goed mens. Staatssecretaris Usluw overweegt nu zelfs om een complete omroep te vernietigen. Voor het eerst sinds 1941. Waarom beschermt zij journalisten niet tegen de totalitaire linksliberale haat? Ongehoord Nieuws staat nu op plaats 5 van de meest gewaardeerde tv-programma's op de NPO. Maar de kille machtsmachine D66 eist de volledige vernietiging. Wilt u de totale ironie? Nou, hier is hij. D66 is opgericht door journalisten op de redactie van het Algemeen Handelsblad. Aan het ene bureau zat Hans Gruiters stukjes te tikken, aan het andere Hans van Mierlo. De rest is geschiedenis. Nu doet die partij alles om het vrije woord te smoren. Zie de campagne tegen desinformatie van minister Ollongren, zuiver bedoeld om andersdenkende het zwijgen op te leggen. D66 wil Ongehoord Nederland vernietigd. Russia Today moest van de buis. D66 wil een totale boycott van Twitter. D66 wil dat het blad Gezond Verstand uit de kiosk verwijderd wordt. D66 juicht als journalisten de waarheid onthullen. Ze worden het zwijgen opgelegd. Ik doel op de New York Post die berichten over de laptop van de kooksnuivende, prostituee misbruikende zoon van president Biden. Vervolgens wordt de krant verwijderd van Twitter en D66 vindt dat prachtig. Staatssecretaris Usluw doet niets als dolgedraaide woke-activisten een schilderij laten verwijderen van de Universiteit van Leiden. Ze zwijgt eveneens als minister Hugo de Jonge een column in een krant kwaadaardig noemt en op hoge poten eist dat deze journalist wordt ontslagen. Let wel, de Jonge spreekt namens een kabinet met daarin twee partijen die zichzelf liberaal noemen. Het is net zo laakbaar als minister van Engelshoven, D66, die een cartoonist aanvalt als die haar partijgenoot Kaag afbeeldt. Of minister Dijkgraaf, D66, die Ongehoord Nederland brandmerkt als problematisch. Dienaren van de kroon hebben dat niet te doen. Vraag,
Hoe verhouden die drie commentaren van ministers zich tot de brief van de staatssecretaris, waarin zij schrijft dat in Nederland gewaarborgd is dat de media onafhankelijk zijn van overheidsbemoeienis? De staatssecretaris komt nu met een programma dat heet Pers Veilig. Ik dacht even dat het over bevallingen ging. In de week van de presentatie gooit Kaag olie op het vuur. Op een D66-congres spreekt zij een groep Syriërs toe in het Arabisch en drukt hen op het hart niet te geloven wat hier allemaal in de Nederlandse media wordt verteld. Vindt de staatssecretaris dat ook? Wat vindt de staatssecretaris van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die een journalist van Ongehoord uitmaakt voor fascist? Is dat ook persveilig? Is de pers veilig voor de grijpgrage handen van campagneleider van D66 Sjoerd Sjoerdsma als die mag meebeslissen over de inhoud van de Kaag-documentaire van NPO 66? Is de pers veilig als NPO-baas Sjoela Rijksman in het geniep lid van D66 presentatoren van de NPO opdraagt minder kritische vragen te stellen aan D66-kandidaat Kaag? Hoe persveilig was journalist Peter R. de Vries? De overheid wist dat hij gevaar liep en toch wandelde hij onbekommerd, onbeschermd door de Lange Leidse Dwarsstraat te Amsterdam. Niet waar, mevrouw Jezielgus? Wat vindt de staatssecretaris ervan dat haar partijgenoot en toekomstig D66-Kamerlid Sidney Smeets een tweet plaatst over journalist Wier Duk samen met een foto van Adolf Hitler? Wat vindt ze ervan dat bij een recente toespraak van mevrouw Kaag Piet Lekkerkerk en Peter Breedveld pontificaal op de eerste rij zijn geplaatst, die beide hysterisch de journalist Wier Duk in de hoek van de nazi zetten? Dank u wel. Wat vindt zij ervan? Tijd is om. Wat vindt ze ervan? Weet het ook. Dat deze mensen moet met open armen worden verwelkomd. En deze meneer Breedveld heeft eerder opgeroepen tot het doodschieten van PVV'ers. En dan ben je bij D66 van harte welkom. Dank u wel.